Bent u op zoek naar een betonlooktegel die dat toch een bepaalde warmte geeft, dan bent u hier in de Mont Blanc Silverbox aan het juiste adres. Mijn naam is Doreen en ik neem jullie graag mee rond in deze mooie box. Zoals jullie zien is dit een grijze betonlooktegel, maar er zit wel zo een bruine tint mee onder, waardoor het wel een warm effect geeft en het geen coole betonlooktegel is. Verder zien jullie ook dat er een mooie decoratietegel in deze collectie gaat naadloos in elkaar over, waardoor het een heel mooi effect geeft. Zoals jullie hier kunnen zien is er in deze opstelling gekozen voor een matwit vrijstaand bad. Voor mij geeft zo'n vrijstaand bad altijd het gevoel alsof ik een beetje op hotel ben. Verder is er ook gekozen voor een vrijstaande badkraan in Black Brushed Chrome. Het heeft ook een mooie en luxueuze uitstraling. Het hoeft niet altijd een witte handdoekradiator te zijn met van die ronde buisjes. Het mag ook wel eens een keertje iets anders zijn, zoals deze designradiator. Het is een smal model, maar geeft toch heel veel warmte af. Wat we hier aan de andere kant van deze badkameropstelling zien, is de douchezone. Hier zien we aan de wand dat de wandtegels verticaal geplaatst zijn. Dat is ideaal voor badkamers met een laag plafond, want op die manier ga je meer hoogte creëren. Wat ook nog een leuk detail is, is dat deze tegels in wildverband geplaatst zijn, dus dat niet meer springen. Dat geeft altijd een speels effect. En verder zien we hier een hele mooie inbouwkraan in Black Brushed Chrome weer. Ook de karodrain is mee toon op toon afgestemd, zodat dat allemaal mooi dezelfde kleur is. En dat geeft echt een prachtige, luxueuze uitstraling. Wil jij jouw badkamer in een nieuw jasje steken? Spring dan gerust eens binnen in onze mooie showroom in Lier of in Temse. Of maak een afspraak op onze website. En graag tot snel!